Het was even spannend in Veghel op dinsdagavond. Voor het eerst in de koekbouw was daar een speciale repetitie. Wij gaan vandaag voor het eerst in de koekbouw repeteren met koor en orkest. Mozart's Vesper en Mozart's Requiem. Maar het speciale is natuurlijk niet dat we met een koor en orkest bezig zijn, maar dat we voor de eerste keer hier in de koekbouw akoestisch op zo'n grote schaal, dus zonder versterking, dit gaan brengen. We hebben die gok eigenlijk genomen, denkend dat het een grote kathedraal is, en dat is het in feite ook. Maar het is natuurlijk voor iedereen, voor het orkest, voor het koor, maar ook zeker de mensen die achter de koekbouw staan en kunstcompagnie hier bijvoorbeeld, heel erg spannend van hoe gaat dit worden. Het repeteren moet ook voor iets zijn natuurlijk. En dat is misschien ook wel een heel leuk initiatief met de dodenherdenking. Want daar heeft het mee te maken, hè? Ja. Het orkest had eigenlijk al heel lang het idee en het verlangen ook om Mozart's Requiem te doen. Dus het is zo'n schitterend werk. En dat kun je eigenlijk het beste op 4 mei doen. Want dat is uitgerekend, het is een requiem. Het is eigenlijk een requiem mis, zoals Mozart het als laatste werk in zijn leven geschreven heeft. En uitgesproken natuurlijk geschikt om bij een dodenherdenking te gebruiken, daaraan vast te plakken. En vandaar dat ik vorig jaar al heb geroepen, jongens, gemeente, kunnen we niet iets samen doen? En toen is het comité dodenherdenking opgestaan. Daar heb ik gezegd, ja, dat is inderdaad wel een goed idee. En dat gezegd zijnde hebben wij dus gezegd, nou, dan gaan wij het overeind trekken. Wij gaan het koor en orkest bij elkaar harken en we gaan beginnen eraan. En dus ja, vandaag, we hebben een aantal repetities al gedaan, afgelopen zaterdag een dagrepetitie. En nou, dit is dus de primeur. Dit is heel spannend. We zijn een vast orkest, elke dinsdagavond repeteren wij. Voor dit project hebben we een paar mensen extra erbij gevraagd. Omdat het toch wel een heel bijzonder project is met bijzonder repertoire. En heb je altijd mensen die heel fanatiek zijn en graag ons meekomen helpen. Dus vandaar dat we met een flink orkest zitten. Ja. En wat voor orkest is het dan? Want wij zijn eigenlijk een kamerorkest. Dat houdt in, als je zou het kunnen zeggen, het moet in een kamer passen ongeveer. Het zijn redelijk grote kamers. Maar vooral kamermuziek. Dus je zit vaak te denken aan muziek rond de barok, Mozart, is uiteraard iets later. Jonge Beethoven zou net kunnen. En dan soms wat uitstapjes. Nou, impressionistische muziek. Ja. Jullie het organiseren dit, hè, op 4 mei, dus na de dodenherdenking. Wat gaat u daarvan verwachten? Nou ja, goed, ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk volgens mij ook het eerste concert in deze ruimte, wat natuurlijk al heel bijzonder is. Dus ook daarom een try-out echt voor vanavond, voor de akoestiek uiteraard. Ik denk dat het heel sfeervol kan worden en zal gaan worden. We hebben al afspraken gemaakt met degene die hiermee bezig is met de ruimte. En met hele mooie ideeën. Dus ik denk dat het een hele mooie sfeervolle avond kan worden. Een mooie afsluiting voor het dodenherdenking. Waar is het precies en hoe laat begint het? Het is in de koekbouw aan de NCB-laan in Veghel. NCB-laan tussen 53 en 54. De koekbouw, zoals die op dit moment genoemd wordt. Het toekomstige cultuurcluster eigenlijk van Veghel. Wat natuurlijk schitterend is. En voor ons ook de reden om extra dit niet in een kerk te doen. Wat we heel makkelijk hadden gekund. Maar onze nek uit te steken en dat ook in de koekbouw te gaan doen. Het begint zaterdagavond 4 mei na de dodenherdenking. Dus we beginnen pas laat om 9 uur 's avonds. Dat de mensen die de dodenherdenking bijwonen alle gelegenheid hebben om ook nog naar hier toe te marcheren of te wandelen of te rijden. En dan hier tijdig te kunnen zitten. Ze worden daar ontvangen voor de voorstelling, voor de uitvoering in het cultuurcafé van de kunstcompagnie. Daar kunnen we ook in de pauze de gasten ontvangen. En hier gaat dan het grote spektakel gebeuren.